Op de Gent-Bruggebrug is het 's morgens om 8 uur bijzonder druk. De kleine Marta en haar mama moeten de brug over om naar school te fietsen. Er rijden zoveel auto's dat we soms, vooral de bussen, als wij naar school rijden, dan rijden die bussen zo dicht tegen ons aan en dan soms zitten wij bijna tegen het fietspad en dan kunnen we vallen. Dus dat is wel ook gevaarlijk. Het Gents Milieufront en de Fietsersbond willen daar iets aan doen. Samen met een paar kinderen en ouders schilderen ze een symbolisch fietspad op de weg. Het is eigenlijk een symbolische actie. Wij schilderen een fietspad om aandacht te vragen voor een betere fietsinfrastructuur hier op Gent-Bruggebrug. En we vinden dat de stad samen met WNZ hier een oplossing moet vinden voor dat punt. Het begin van de brug is de bevoegdheid van de stad. Het stuk boven het water is de verantwoordelijkheid van Waterwegen en Zeekanaal. Had de stad Gent destijds bij de aanleg van de fietsstroken gevraagd om die door te trekken op de brug, dan hadden wij dat toegestaan, klinkt het bij Waterwegen en Zeekanaal. Wel, dat is goed nieuws. Dan ga ik Waterwegen en Zeekanaal contacteren om inderdaad te kijken of we die fietssuggestiestroken daar kunnen realiseren. Een duidelijke reactie. Al valt af te wachten hoe snel het fietspad er komt. Want vooraleer je bereidheid vindt bij alle partners, is er vaak heel wat tijd voorbij. Als wij nu beginnen plannen, dan zijn wij met sommige fietsinfrastructuur misschien klaar, gerealiseerd, tegen het einde van de legislatuur. Net als op de Gent-Bruggebrug zijn er volgens het Gents Milieufront nog 9 andere toegangswegen tot het centrum waar er een deftig fietspad ontbreekt. De stad trekt deze legislatuur 15 miljoen euro uit om fietspaden te realiseren. Hopelijk werken de partners goed samen, want veilig is anders. Elke tocht over de brug is een dag van mijn leven minder, omdat het zo gevaarlijk is. Het is echt heel smal, dus er moeten veel auto's over. Er zijn weinig bruggen over de Schelde hier. Iedereen moet erover. En zeker 's morgens als de chauffeurs ongeduldig zijn op hun werk moeten zijn, is het levensgevaarlijk. Binnenkort wordt ook de Brusselse Steenweg heraangelegd en het gaat hier nog veel drukker worden. Dus we willen snel een oplossing voor de fietsers.